voorgenaam van Pandit niet in Jagbandan. Heeft dan net een ontmoeting gehad met de president samen met leden van uw hoofdbestuur. Kunt u aangeven wat het doel van deze ontmoeting is geweest? Hartelijk dank voor de geboden gelegenheid. Zoals iedereen dat weet, in de pers bekend, dat de grootste religieuze hindoeïstische organisatie, de Vereniging Senaten der Mahasabha Suriname, verkiezingen heeft gehad afgelopen 24 december 2021. En nu zijn we dus als religieuze organisatie, als nieuw bestuur, officieel op bezoek bij de president. En ik kan me nog heugen tijdens een gesprek met onze erevoorzitter nu, dat hij mezelf zei, de VHP is een baby van de Senaten. Die bewoordingen gebruikte hij en ik denk dus dat wat u ook aankaartte, dat we ook hopen dat die samenwerking ook zo altijd zal zijn. Misschien dat er vanuit de samenleving, vanuit de geloofsgenoten, moet ik eerlijk zeggen, wat ontevredenheid is daarover. Ja, want vroeger was het zo, ook Erik Voorster zei dat, twee ministeries waren zeker een voordracht vanuit de Senaten der. Ja, ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar vanuit de geloofsgenoten, de structuren, is er wel een mate van ontevredenheid dat er weinig of onvoldoende gekeken zou worden naar de Senaten der. Omdat uiteindelijk u de grootste hindoe-religieuze organisatie bent in Suriname, maar ook in de wereld. Dat geeft ook aan dat u grote verantwoordelijkheden op u heeft genomen. Niet alleen als religieuze organisatie, maar ook als een sociaal-maatschappelijke organisatie. U zorgt ervoor namelijk dat in het hele land er mandir zijn, waar mensen terecht kunnen om enerzijds veel kennis op te doen over het geloof, maar meer nog om hoop te zoeken, verbinding te zoeken met onze schepper, met onze Paramatma. Al jaren eigenlijk zitten we hiermee dat cultuuronderwijs, spiritueel onderwijs eigenlijk zou geïntroduceerd moeten worden op de lagere scholen. En we werken in eresverband, in het verband van zeg maar als overkoepelend orgaan van verschillende denominaties hieraan. En wanneer je dat zult hebben vanaf de lagere school, vanaf de kleuterschool, dat leerlingen dat wordt aangeleerd, hoe ze moeten leven met elkaar, jegens elkaar, dan denk ik dat we dan een andere samenleving zullen hebben. De morele dingen, aangelegenheden, de morele zaken die niet zo lekker zitten, die zullen tot het verleden behoren, denk ik. Doet het op zijn of haar wezen in de verschillende kerken thuis, maar in der tijd, ik kan me nog heugen, de heer Boldewijn was aangesteld namens de vorige regering. Er was een conceptwet. We hadden het daar besproken, aangenomen. Het moest verder worden behandeld in de Nationale Assemblee. Maar er is geen invulling gegeven. RK heeft dan die 35, IBG heeft 25 Luthers. De VFAPS bijvoorbeeld, in de tijd van de heer Misikaba. Weet u wel, partijpolitiek goed. En tegenover Senaten der met Arjen de Waker. Ik was op bezoek bij de voorzitter van Arjen de Waker. En we hadden ook gemeend om het samen aan u voor te leggen. Want het is beargumenterend inconsistent. Want als we ongeveer 200.000 hindoes hebben, dan weiger ik te geloven dat er 400.000 christenen zijn. Ik weiger dat te geloven. Dat zal niet zo zijn. Ietsje meer, een verhouding van misschien 3/4 op 1. En dat zou zich eigenlijk moeten vertalen dat we tenminste als hindoe-denominaties dichtbij, in plaats van nu ongeveer de 50, dichtbij de 75 moeten zijn. Een beetje een Arya de Waker en misschien een 10 stuks nog bij dingen. Een laatste is, als we kijken naar de christelijke denominaties, de islam. Ze hebben allemaal een terrein in het binnenland waar ze gaan prezen, gebed doen, meditatie. Ze laten er dan even niet. Dus graag een terrein, het hoeft niet al te ver te zijn in het binnenland, misschien Para, Brokopondo, dat we al daar kunnen gaan en natuurlijk voor het welzijn, maar niet alleen ons, maar iedereen in gebed kunnen gaan. Religieuze organisaties komen op het werk om te bidden. En het gaat helpen. Het gaat helpen. Alleen moeten we goed
om in de samenleving te communiceren, dingen uitleggen. Want dat mooie verhaal wat ik net verteld heb van IMF, wie begreep het daar op het veld? Niemand begreep het. Niemand begreep het dat die, want iedereen hoort Oppenheimer, maar dat achter Oppenheimer meer dan 200 geldschieters waren, schuldeisers waren. En dat je met allemaal stuk voor stuk moet gaan onderhandelen. Daarvoor had het bureau Lazard ingehuurd. En uiteindelijk is de internationale regel dat die schuldeisers pas meewerken aan schuldherschikking als 75% van die schuldeisers akkoord gaan. 75% moet akkoord gaan. Begrijp je hoeveel lobbygesprekken, ook op regeringsniveau staan, met internationale staat, met mensen. Dit doen soms, help ons, geef ons ademruimte. We kunnen niet betalen, we kunnen die schuld niet betalen. Maar, wat is daar? De overeenkomst tussen de staat en die schuldeiser. Dat je moet betalen. En als je niet betaalt, New Yorks recht. Als je niet betaalt, Zwitsers recht. En als je niet betaalt, Londens recht. Daar kon het zo gaan. Wat zou er nu zijn overgebleven van Suriname? Onderhandelen. Praten. Praten. En wat heb ik ingezet? Vertrouwen. Vertrouwen, dat had ik. Verder had ik niks meer. Vertrouwen heb ik ingezet. Leiderschap heb ik ingezet. Onderhandelen. Uiteindelijk hebben 95% van die schuldeisers ingestemd. 95. Onder één voorwaarde. Je moet een deal met IMF hebben. Dan pas gaan we die herschikking. Nu hebben we de deal. Nu gaan we praten over die herschikking. Wat houdt herschikking in? Minder. Ik ga minder betalen. Ik kan niet betalen. Lage rente. Ik kan nu niet betalen. Ik betaal pas 2025. En uiteraard weten ze wat er gaat gebeuren na 2025. Dan willen ze, oké, dan moet ik die schade en verliezen dan daar in 2025 gecompenseerd worden. Want dan heb je olieinkomsten. En wij zeggen, dat kan ik pas met je afspreken. Als we inderdaad inkomsten hebben en voldoende kunnen overhouden voor onze samenleving. En kijken of er daarvan een klein beetje over is om aan jou te betalen. Dus, mijn mensen, het is een heel proces geweest. Die veel tijd gekost. Maar natuurlijk is dat macro. Je moet het doorcijpen naar meso. En dan gaat het naar micro. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Want op het moment dat je te veel geld stopt met salarissen, dan gaat het weer impact hebben op de economie, op die koers. Die we al nu langer dan 6 maanden als stabiel houden. Dus, mijn mensen, er is veel wat achter de schermen is gebeurd. Ja, en we hopen dat het een waardige plek krijgt. Zeker. We weten zeker, dat u veel gaat doen, strijd, maar ik hoop dat er wel plaats is voor deze, voor deze, voor kracht. Als er nergens plaats is, zal ik het in mijn hart. Ja. Dank u wel. Mag ik bedanken? Ja.